de leerlingen die meedoen aan het vakantiewerkgelegenheidsproject van het onderdirectoraat Jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben vandaag een teach-in gehad. Astrid Lakin, coördinator Jeugdzaken Ikeri, en het assembleelid Giuliano Snip, die als part-timer het jeugdwerk ondersteunt, hebben de registratie afgewerkt. De werkplekken bekendgemaakt en de geldende regels doorgenomen met de jongeren. Als ik het goed heb, denk ik dat we van het jaar iets meer dan 100 hebben. Want ik heb net de teach-in gehad. En vanwege het feit dat bedrijven of dingen hebben ingespeeld, konden we meer kinderen plaatsen. Dus ik heb mijn lijstje nog niet compleet, dus ik moet nog even verwerken. Maar ik denk dat het meer dan 100 is, want normaliter nemen we er 100. Maar als we opschuivingen hebben, dan kunnen we dus de reserve wel plaatsen. Waar zullen deze kinderen te werk gesteld worden gedurende de 2 weken? Sowieso in de instellingen met wie we elk jaar, dus de bejaardentehuizen, de kindertehuizen. En dan hebben we ook Stichting WIN en Zuster Dankercentrum erbij. En wat we heel prettig vinden is dat van het jaar LVV heeft ingespeeld en ook het streekziekenhuis. Dus daar zijn we heel, heel blij om. Heel positief naar Nikeri toe. Ja. Hoe zijn de kinderen bij jullie overgekomen? Qua hun enthousiasme, het willen verrichten van arbeid tijdens de vakantieperiode? Ik moet zeggen, heel positief. Elke keer heb je een andere groep en dan moet je even die touch hebben met ze. Dus je valt ze niet direct aan. Je hoort wat je takkie even en dan ga je observeren. Toch? En dan kan je dan de jongeren observeren. En dan zie je dat als je hun taal spreekt, om het zo te noemen, dat je dan een heel goede touch en een heel goede samenwerking met ze hebt. Dus het was heel enthousiast. Ik heb jongeren gezien met wie ik nooit eerder gesproken heb. En de manier hoe ze naar me toe zijn gekomen en die touch er is heel prettig. Hoeveel zullen deze kinderen aan het eind van hun werkperiode in handen krijgen? Voor de 10 dagen dat ze werken wordt het 300 SRD. We hebben geen verhoging nog.